Edition 2012-2013. Hebben jullie genoten? Nou, we hebben 9 prachtige mensen op het podium gehad. 9 mensen die alles hebben gegeven om jullie te overtuigen, om de jury te overtuigen dat zij naar de volgende ronde moeten. De volgende ronde die vindt plaats op 2 en 9 maart in Paard van Trooien in Den Haag. Dat zijn de Benelux semifinals. Michael, mag ik wat meer monitor? Dames en heren, voordat ik de uitslag bekend ga maken, wil ik graag een applaus voor alle mensen van vandaag. Jekyll en Mr. Hyde, Kiki Blues, Southern Train, Grint, Jackie Damone en de Twins, Stars en mag het wat zachter. Ja, 9 bands, absoluut topniveau hier in de boerderij. Tijdens deze finale. We hebben 4 bands die doorgaan naar de semifinals. De nummers 1 en 2 bij de vakjury en de nummers 1 en 2 bij de publiekstemmen. Maar wat we ook hebben zijn de individuele nominaties voor de beste muzikanten. En daar gaan we mee beginnen. In 5 categorieën worden uiteindelijk ook de beste individuele muzikanten gekozen. En zij worden tijdens de grote finale in 013 Tilburg worden zij geëerd met een individuele award. En we gaan beginnen met de nominaties voor de beste drummer. En de beste drummer van vanavond, dames en heren. En hij gaat dus mee in als nominatie voor de eindronde. Dames en heren, de drummer van View Apart, Danny Joe Singer. En dan de beste bassist van vanavond. Ze zijn natuurlijk allemaal heel goed. Maar er was er eentje die was net iets beter, dames en heren. Dames en heren, de bassist van Kiki Blues, Jelle. Beste toetsenist van vanavond. Dames en heren. Van Dr. Jekyll en Mr. Hyde, Harm Fleit. Dan de beste gitarist van vanavond. Dames en heren, van Southern Train, Sietse Bakker. Eigen is een eenige tweeling. Oké, en dan de laatste, de beste vocalist van vanavond. Dames en heren, van Kiki Blues, Kiki van Tijden. Deze nominaties gaan mee naar de Benelux semifinals en uiteindelijk in de grote finale in 013 Tilburg de awards. Oké, en dan nu. Welke bands gaan door naar de Benelux semifinals op 2 en 9 maart in de Paard van Trooien, Den Haag? Als eerste maak ik bekend
de band die op de tweede plaats is geëindigd bij de vakjury. Mag ik de award? Kosten nog moeite bespaard, dames en heren. Nou, dan moet ik een foto maken. Dames en heren, de band die op de tweede plaats is geëindigd bij de vakjury. En zij gaan dus door naar de Benelux semifinals. Kiki Blues! En dan de band die op de tweede plaats is geëindigd bij de publiekstemmen. Het verschil tussen de eerste en de tweede band was behoorlijk. Het verschil tussen de tweede, derde en de vierde band was slechts 6 stemmen, dames en heren. Maar de band die met 3 stemmen verschil op de tweede plaats is geëindigd. Mag ik daar een woord? Voor mij mag te groot worden. Dames en heren, de tweede plaats bij de publiekstemmen is voor Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Dames en heren, dan zijn we nu toegekomen aan de 2 winnaars. Als eerste maken bekend de vakjurywinnaar van vanavond. Zij zijn gekozen tot beste band van deze finale en gaan dus als favoriet door naar de Benelux semifinals in Paard van Troje. Dames en heren, Southern Train! En dan, dames en heren, de band die tot publiekswinnaar is gekozen, door jullie gekozen. En zij gaan dus als publieksfavoriet door naar de Benelux semifinals. Dames en heren, geef ze een heel groot applaus. Grint! Dank allemaal, jongens. Bedankt allemaal. Fantastisch hoor. En een applaus voor John, die het hele feestje mogelijk maakt. Bij de Benelux semifinals. Dames en heren, dit was het voor vanavond. Ja.